Hans, ik wil even gaan vloggen. Hans, alsjeblieft, mag ik vloggen? Hans, alsjeblieft. Hans ging maar door over de vakantie en wat we allemaal gaan doen. Ik ga wel even door. Nu ga ik echt vloggen. Die heeft dus heel de nacht in de woonkamer geslapen. Omdat het boven zo warm is. Dus we hebben hem überhaupt niet boven gedaan. Maar kijk dan, daar komt hij. Als hij mij hoort praten. Of als hij dit hoort. Als ik niks zeg. Dan komt hij er alleen uit. Dus ik ben al naar de wc geweest. En ik heb al van alles gedaan. Hij komt er ook. Sorry, ik krijg hem niet open de deur. Wacht. Dat vind ik zo grappig. Hij komt er ook niet uit als ik 's nachts naar de wc ga of zo. Dan heeft hij wel gewoon door. Ik moet gewoon blijven slapen. Behalve als ik ga praten of als ik de deur open doe. Of als hij water hoort of zo. Dan weet hij, ik mag eruit. Ideaal. Deze lekker aan tv kijken. Dit is leuk om naar jezelf en naar papa en mama te kijken. Oh, you're such a cutie. Oh, je bent echt een teddybeertje. Ik heb mijn mond, hij zit echt al 5 minuten lang. Ik wil meekijken. Oh, leuk hè, als papa een keer de vlog beneden monteert. Oh, you're a cutie. Nou, nu, hup, weer door. Ik wil meer kijken. Het is met dit weer zo lekker om naar de markt te gaan, vind ik. Ik voel het helemaal als vakantie, als een feestje of zo. Waar ik gewoon kip ga halen of zo, of ik ga fruit halen. Dus ik koop hier op de markt, vast ook wel op andere markten. Ik koop dus echt de meest lekkere kip. En dat is de kip die ik eigenlijk altijd koop. En dat is hier recht. De marktpolier. En die kip is zo goed. Die is echt heel mals, helemaal niet duur en echt heel lekker. En ze hebben ook vaak heel erg mager kip gehakt, waar ze dan het vet van afsnijden en zo. Dus dat is ideaal voor als je een beetje wil opletten. Ik vind het heel lekker kip. Maar soms komen ook wel eens fruit of groente of zo, als het een beetje goed eruit ziet. Ik vind dat zo lekker als het zo zomers weer is om dan lekker naar de markt te gaan. Dit is ook echt altijd. Hij is gewoon neergestort op Shiva's voet. En hij heeft zelfs zijn kluif nog in zijn mond. Oh, nu wordt hij wakker. Het was zwaar. Het valt tegen, hè? Heel lang lag hij daar. Hij was aan het spelen en toen ging hij in één keer stortte hij bij me neer. Maar hij gaat heel vaak op je voet liggen slapen. Dat is zo groot. Dat is zo goed. Dan wil ik toch een beetje bij je zijn, hè? Oh. Maar het is best een zwaar beestje. Hè? Het is op zich best een zwaar beestje. Ja, is waar. Als hij zo op je voet ligt. Kun je daar gaan hand. Weet je nog toen hij zo was? Ja. We zijn nu onderweg naar mijn ouders huis, want daar is mijn broer en die gaan we op het vliegveld brengen. En dit is heel grappig. Vroeger, heel vroeger, nee, dan deden mijn broer en ik, die deden dan brieven naar elkaar als je in het vliegtuig zat. Dus dan had je echt een hele brief met allemaal weetjes en grappige dingetjes en zo. Dat als je je verveelde, dat je dan die brief kon lezen. En nu zeg ik altijd, maar dat hebben we denk ik 3-4 keer of zo gedaan. Ja. Altijd met dingen van vroeger. Ja, altijd. Iedere zondag. Ja, we hebben 3-4 keer gedaan of zo. En ik heb ook nog een paar van die brieven liggen. En pas kwam ik er eentje tegen. En toen dacht ik, oh, als hij straks weer op vakantie gaat. Want hij gaat nu 5 weken naar Thailand. Ja, ja. Dus ik heb hier een brief voor hem zo geschreven. En eentje, dat vond ik echt heel grappig. Ik heb 13 weetjes over dingen die je niet wil weten over het vliegtuig. En er stonden echt zulke grappige dingen in dat ik echt dacht, wow, dat wist ik echt niet. En hij opent deze brief waarschijnlijk in het vliegtuig. Dus dat maakt het extra grappig. Maar er stond bijvoorbeeld in dat de oordopjes die je krijgt, die wel hygiënisch gewassen zijn waarschijnlijk. Dat stond er dan niet, maar dat denk ik. Maar dat die wel herbruikt zijn. En er stond dat
Wat stond daar nog meer? Ook nog eens... Die kleedjes. Oh ja, die kleedjes. Dat die niet worden uitgewassen, maar dat die gewoon weer teruggestopt worden. Ik weet niet of het allemaal waar is. Oh ja, vanaf het moment dat de zuurstofmasker naar beneden komt en je gebruikt hem, heb je maar 15 minuten. Dat zuurstofmasker werkt maar 15 minuten. Nou ja, dat soort dingen. Echt heel grappig om te weten. Wat stond er nog meer? Oh ja, tijdens de meeste vluchten vliegen er ook menselijke resten mee. Nou, ik weet niet wat er allemaal van waar is en of het ook een beetje broodje aap is of bij bepaalde vluchten gebeurt, maar ik vond het wel grappig. Sjef gaat voor het eerst een vogelspin op de hand nemen. Het is een kamer. Oh, ja. Maar doordat Kerel heeft gezegd dat het een soort van muis of rat is. Poepie. Ja, maar ik vind het wel een beetje een muis of een rat. Het zijn ook deel van die grote ogen. Het is echt naar de ratten. Oh nee, niet zeggen. Oh, dan word ik bang. Poeps. Maar het doet wel een beetje rat aan. Vind je dat niet? Nu wilt hij niet meer bij mij, denk ik. Nee, die denkt ook, mens, sir. Ga doen. Okay. Charlie, niet doen. Kijk, dan zijn ze wel schattig. Maar ik vind wel dat ze een beetje een muis- en rattenfamilie zijn, ja. Ja, het is wel een duidelijk familie van de duinherkenaar hier, ja. En dan denk ik, ja, dat is alleen maar omdat wij er een huisje van hebben gemaakt dat het een huisje is geworden. Dat vind ik arme wel. Beest. Zo is het best schattig. Ja, ja dat is wel goed. Maar ik kan ze wel lekker weer helemaal oprollen. Maar deze is dus net eentje overleden, dus... Zijn niet leuk te doen, maar het is eigenlijk een soort van herdenking dit. Die andere was ook zwart, of niet? Blond. Oh ja, blond. Oh ja, die is van de hitte overleden en van het verhuis denk ik ook, of niet? Dat is snel. Ja, van de stress. Oh ja. Van de stress. Ja, ik bedoel, deze gaat nog dood van Charlie volgens mij. Als je... Nog een foto, om even lachen. Hans. Hans. Hallo. Leuk, ja, Hans. Hans. Grapje, ik ben aan het filmen. Hoe hard heb je net gereden, Hans? 120. Ik ben altijd 120. Mama, je weet dat ik altijd 120 rijd. We rijden op de, hoe noem je dat ook weer? Automaan. En daar mag je dus onbeperkt zo hard als dat je maar wilt. De maximale snelheid die je maar wilt. Ik hoef mij niet te laten zien. Mama, doe je ogen dicht. Dit is dus de auto van mijn ouders. Waar we inrijden. Dus mijn broer die zegt al, ik zou het niet filmen als ik jou was. Ik zeg wel dat ze deze vlog niet moeten kijken. Daar gaan ze, de reizigers. Kijk. Ik krijg nu ook helemaal vakantiegevoel. Ik wil nu ook op vakantie. Ze meen dat ik nog doei. Ik wil nu ook op vakantie. Ja, ik heb echt vakantiegevoel. Zullen we gewoon hier last minute laten we de auto staan? Ja, oh, gewoon... en last minute pakken. Hoe cool zou dat zijn? Zou gedurfd staan we niet. Zulke avonturisten zijn we echt... Niet? Niet. Nee. Dat ziet er zo avontuurlijk uit, zijn tas aan de voorkant. Echt zo'n daddy! Ja, echt een daddy, ja. Supergoed. Daar gaan ze! Pas goed op jezelf! Goeie reis! Doe! Oh, je hebt twee brillen! Ja. Nou, goede reis terug! Ja, doe! Veel plezier! Een paar uur in de meer. Daar gaan ze! We blijven hier staan. Even opletten, het is hier zo druk. Het is heel grappig, het staat hier helemaal vol met Uberdrijvers. Ook gewoon mensen die... ook gewoon mensen die natuurlijk hun vrienden en familie afzetten. Maar ook heel veel Uberdrijvers, heel grappig. Jee, Hans heeft heel erg gehaast. En dan kan ik nog naar Weetjoortjes, dankjewel. Lief. Ik ga snel naar binnen. Tot straks. Tot straks, ik heb geen sleutel hè, om het huis binnen te komen. Oké, je laat me wel binnen hè. Misschien. Dat is lekker koud hè. Verzwaren tegen een lucht. Oh, dan moet je de blaas erop zetten. Ja, eigenlijk wel, dan moet je niet. Je wil een beetje knuffelen met de fles water. Goed zo. Vind je dat niet lekker? En kus wat wel, je ziet het niet, want zijn staart ligt vast. En kus wat wel. Ook de waaier is voor je pakken, Charlie. Oh, we moeten die retro, die waaier, die, dat is een tafelwaaier, die dus niet kan draaien. Die staat helemaal vast. Maar dat is perfect voor Charlie, want dan zet je gewoon naast hem neer op de grond. Ik wil hem heel graag. Oh, voor Charlie. Oh, supergoed idee. Moet je, als we Charlie bij mijn ouders brengen om te passen, moet je tegen mijn ouders ook zeggen van... Ja, je hebt wel af en toe de waaier erop, hoor. Ja, je moet echt dagelijks waaier hebben. Ja, waaier. En geen elektrisch, gewoon met palm. Ja. Vlog is mede mogelijk gemaakt door Chivra Jumelet. Wat? Hoor ik dat dan goed? Is de vlog gemonteerd door Chivra?
Ja, de vlog is vandaag gemonteerd door mij. Want Hans was heel erg druk met zijn werk. Dus ik zei, oh, ik vind het alweer heel erg leuk om te monteren. Laat mij het een keertje doen. En ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Ik hoop dus daarom dat je het ook een hele leuke vlog vond. Ik besefte me tijdens het monteren dat ik volgens mij heel vaak vertel dat ik naar Weetzwartjes ga. Maar dat ik nooit echt vertel hoe het nou gaat. En of ik nou ben aangekomen of dat ik nou ben afgevallen. En het lijkt daardoor vast alsof het niet zo goed gaat. Maar het gaat goed. Ik val eigenlijk bijna elke week wel af. Nee, op dit moment val ik echt elke week wel af. Soms een kilo, soms een halve kilo. Meestal wel 4 of 6 ons of zo. Afgelopen week was ik geloof ik 6 ons kwijt. En het gaat gewoon eigenlijk heel lekker. Ik eet heel lekker. Ik geniet heel erg van al het eten wat ik mag hebben. En dan te bedenken dat als ik straks helemaal op gewicht ben, ik moet nog een paar kilo, dan mag ik alleen nog maar meer eten. Dus het voelt nu al alsof dit gewoon mijn nieuwe levensstijl is. Ik eet gewoon op een hele andere manier. En voordat ik nu een hele review ga geven over Weetzwartjes, het is wel echt een manier van leven die ik gewoon de rest van mijn leven best wel goed kan volhouden. En ik ben eigenlijk alleen nog maar meer gaan eten en meer lekkere dingen gaan eten en gewoon wat selectiever. Ik was best wel van het snijden en zo, weet je wel. Even een blokje kaas tussendoor, of even een blokje, of een plakje salami, weet ik veel. Of een handje hagelslag. En dat soort dingen ben ik heel erg gaan afleren. En ik ben dat soort punten, want mijn Weetzwartjes werken dus met punten, ben ik gaan steken in lekker een bakje chips in het weekend en zo. En uiteindelijk heb ik liever zo'n bakje chips en al dat gesnijden tussendoor. Dus dat soort dingen. Ik ben heel veel kleine dingetjes in mijn eten gaan veranderen, waardoor ik alleen nog maar meer kan genieten van het eten. En dat ik daardoor ook nog afval. Dus dat is echt heel erg bizar. Wat ik zei, ik ben nu op dit moment 6,5 kilo kwijt. En ik moet er nog een paar en dan vind ik het prima. Ik vind het nu al prima, maar gewoon, ik zou het nog wel lekker vinden als er nog een paar af is. Nou goed, dit was mijn Weetzwartjes update. Het is helemaal niet om aan te sporen om af te vallen of dat je dik bent. Of weet je, gewoon even een kleine disclaimer. Want het is gewoon hoe je jezelf voelt. En als je zelf vindt dat je moet afvallen, dan je moet het gewoon puur voor jezelf doen. Dat is een beetje de conclusie die je eruit moet trekken. Want dat had ik ook heel erg. Ik doe het echt puur voor mezelf. Niet omdat ik me te dik voelde of dat ik me gewoon dat ik slank wilde zijn. Het was gewoon dat ik wist dat ik beter in mijn vel zou zitten als ik een paar kilo's zou kwijtraken. En ik merk ook dat ik een heel stuk beter in mijn vel zit en dat ik gewoon wat meer, nog meer mezelf voel. Dus doe het niet omdat je te dik of te dun of wat dan ook bent, maar puur alleen maar voor jezelf of voor je gezondheid. Dat was de disclaimer. Bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En dat je nog steeds luistert. En we zien jullie morgen weer. Doeg!